Mijn naam is Monique van Wijk. Hilversum bestaat dit jaar 600 jaar. En bij Art Hilversum hebben ze aan een aantal kunstenaars gevraagd of ze de etiket voor een fles wijn wilden ontwerpen. Ik ben er daar eentje van. En aangezien ik portretist ben, dacht ik wie is een belangrijke figuur in de geschiedenis van Hilversum. En ik kwam uit op Freule Hartsen. Freule Hartsen zette zich haar hele leven in voor de drankbestrijding. Ze had hier een huis vlak om de hoek eigenlijk, bij het Noordse Bosje. En ze hielp vooral veel vrouwen van de drank af. Het is misschien een beetje vreemd om haar dan op een fles wijn te zetten. Maar ik vond het wel gepast ook. He, er staat een tekst op. Als je die gelezen hebt, dan drink je eigenlijk nooit meer wijn. Maar ik zou zeggen, in het kader van Art Hilversum, koop toch zo'n fles.